video van vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Het is weer een nail art met leuke takjes en blaadjes. Jullie weten inmiddels dat ik daar gek op ben. En er is weer een nieuwe stempelplaat van Moira met allemaal van dit soort takjes. Dat is de Spicery Stamping Plate nummer 91. Dit is dus een van de laatste nieuwe van Moira. En alle producten van Moira zijn verkrijgbaar via monai.be. En ik zal een linkje van die webshop onder de video zetten. Ik werd dus echt helemaal weer blij toen ik deze stempelplaat zag. En je ziet hier op het hoesje al een aantal van die leuke takjes en blaadjes. En ik zal je van dichtbij ook even de plaat laten zien. Er zitten allemaal verschillende blaadjes, bloemetjes, takjes op. Ik vind deze ook heel erg leuk. Deze heb ik ook gebruikt bij de voorbeeldjes. Deze takjes heb ik gebruikt. Deze vind ik ook heel leuk. Dus er staan echt heel veel verschillende bloemetjes en blaadjes op. En ook zelfs vlindertjes zie je hier ook. Dus ik vond het echt weer een superleuke plaat. In deze video ga ik je dus precies stap voor stap laten zien hoe ik deze nail arts heb gemaakt. Het zijn net allemaal weer een beetje andere nail arts, net op een andere manier gemaakt. Maar de techniek is bij allemaal precies hetzelfde. Dus ik ga je één voorbeeldje laten zien in deze video. Maar die kan je natuurlijk op allerlei verschillende manieren toepassen. Met verschillende kleuren, verschillende stempels. Dus kijk gewoon eventjes wat je zelf in je collectie hebt. Of wat je voor deze nail art wilt gebruiken. Ik ga nu eerst de basiskleur lakken. En dat doe ik met Lustful. En dat is een gel polish van Luxio. Ook deze verkopen ze bij Monai. En dit is dus een hele mooie zachte roze kleur. Zo'n kleurtje is ook altijd perfect voor een nail art als basis. Omdat je hier heel makkelijk met verschillende kleuren overheen kan gaan. Ik ga er dus zo meteen nog een paar andere vlekjes opmaken met gel polish. En ik ga er natuurlijk overheen stempelen. Ik ga ook nog folies gebruiken. Dus het zijn weer verschillende laagjes. Daar hou ik altijd van. En het effect vind ik altijd super leuk. Deze mag dus even uitharden in de lamp. Dit zijn nog drie andere gel polish kleuren die ik heb gebruikt. Ook allemaal van Luxio. De eerste is Bossy. Dat is een beetje zo'n roze nudie kleurtje. Die iets donkerder die je hier ziet. Het voorbeeldje dat wordt deze kleur. En dit is dus die Bossy. Dan heb ik Lovely. Dat is zo'n hele lichte lila kleur. Die zit hier onder andere. En dan heb ik nog Enlightened. En dat is die mooie groene kleur. Hier zit die over de hele nagel. En ik heb hem ook overal een beetje gebruikt om die vlekjes mee te maken. Dus dit zijn de drie kleurtjes die ik heb gebruikt. Maar je kan natuurlijk ook een andere kleur pakken als je dat leuk vindt. Voor de witte kleur heb ik deze buttercream gebruikt van Light Elegance. Dat is een hele mooie dekkende paint gel, een soort paint gel. En daarmee kun je dus heel mooi van die vlekjes creëren. Hier is die lichtroze kleur helemaal uitgehard. En hier ga ik nu een paar van die vlekjes op maken. En jullie kennen inmiddels een beetje mijn techniek of mijn stijl wel, denk ik. Ik hou er altijd van om verschillende vlekjes te maken. Met wat folies te werken, wat streepjes, wat stipjes. Dat geeft altijd een superleuk effect. Ik breng nu eerst één dun laagje aan en ik ga er zo meteen nog een keer overheen. Dus ik breng twee dunne laagjes aan, dan is dat wit mooi dekkend. Op zich, als ik het iets dikker zou aanbrengen, is één laagje misschien wel voldoende. Maar ik doe het liever met twee dunne laagjes. Dus dit hard ik even uit in de lamp. Doe ik er zo meteen nog een extra laagje overheen. En dan breng ik nu nog een tweede laagje aan. Dan is het allemaal net even iets mooier dekkend. Op zich zie je er niet zo heel veel van hoor. Want er komt nog een kleurtje overheen. Er komen nog wat folies overheen. Daarna ga ik er nog overheen stempelen. Dus als het hier en daar net niet helemaal perfect dekkend is, is ook geen probleem. Maar goed, ik wil dat het zo mooi en zo strak mogelijk. Dus een tweede laagje. Ook deze hard ik uit in de lamp. En dan ga ik verder met die andere kleurtjes. Ik ga die groene en een beetje die rosy nude kleur gebruiken. Die groene kleur die breng ik aan over dat wit. Dat vind ik wel mooi. Dan is het goed sprekend. Dan valt het groen ook mooi op. En dan maak ik gewoon weer een ander soort vlekje overheen. Je hoeft niet precies heel die vorm te volgen. Ik vind het juist wel leuk om het net een beetje anders te doen. Maar gewoon een beetje groen zo over dat wit. En dan hier aan de onderkant laat ik wel wat van dat wit over. Want daar wil ik zo meteen denk ik de stempel overheen laten lopen. En dan hier aan de andere kant in die hoek breng ik een beetje van die bossy kleur aan. Ik een heel mooi kleurtje. En dan maak ik ook gewoon zo'n vlekje. Heel simpel. Maar het geeft wel een heel leuk effect zo meteen. En dit hard ik dan ook weer uit in de lamp. En dan ga ik nu nog wat van de folies aanbrengen. Ik heb hier een heel leuk kleurtje. Een beetje zo'n roze paarsige. En dit is een folie van Moira. Ik heb hier nog een stukje wat ik net heb afgeknipt. En wat ik heb gebruikt voor mijn voorbeeldjes. En ik heb deze tip al wel eens vaker gegeven. Maar als ik zo'n stukje heb afgeknipt, dan vind ik het altijd fijn om hem even zo op te frummelen. En dan komen er dus allemaal kleine scheurtjes en barstjes in.
En dan krijg je dus niet van die hele grote stukken op je nagel. Ik vind het juist leuk om hier en daar wat van die kleinere stukjes te hebben. En dat bereik je dus door het papiertje een beetje op te frummelen. Dan krijg je wat kleinere stukjes. Dus nu dep ik een beetje van die folies hier en daar op de nagels. Dat je net een leuk accentje hebt hier en daar. Hier een beetje half over dat groen en wit. Hier nog een stukje. Zo. Zo vind ik hem eigenlijk wel prima. Dan breng ik hier overheen nog een topcoat aan. Want dan zitten die folies meteen ingeseald. En dan kun je daar makkelijk overheen stempelen. Ik gebruik nu een matte topcoat. Dat vind ik de laatste tijd eigenlijk ook wel heel erg fijn als tussenlaagje. En ik wil zo meteen dat de nagels helemaal mat blijven. Dus ik breng nu alvast een matte topcoat aan. Deze hard ik uit in de lamp. En dan ga ik die zo meteen overheen stempelen. Ik gebruik dus de stempelplaat Spicery nummer 91. Met al die leuke blaadjes en takjes. En ik denk dat ik deze weer ga gebruiken. Ik vond dit zelf wel een heel leuk patroontje. Een heel leuk blaadje vind ik dat. En deze is eigenlijk weer net een beetje anders, maar die matcht daar weer heel mooi bij. Dus je kan eventueel deze grotere pakken en dan heb je hier een kleinere. En deze is de ene kant op en deze gaat weer de andere kant op. Dus je hebt echt ook links en rechts. Dat geldt ook voor deze hieronder. Dus die gaan twee kanten op. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk als je het dus op links en rechts aanbrengt. Dat geldt ook voor deze. Deze bloemetjes ook. Ik vind het zelf altijd wel erg mooi, want dan kun je ze dus op links en op rechts aanbrengen. En dan zijn ze mooi in spiegelbeeld. Ik ga stempelen met de zwarte stempellak van Moira. Ik breng de stempellak aan hier op de stempelplaat. Ik ga er met de schraper overheen. Ik pak hem op met mijn stemper. En alles wat ik niet nodig heb, wat er omheen staat, dat haal ik weg. En dan duw ik hem hier op de nagel. Ik doe hem hier een beetje op die kruising tussen dat wit en groen. Dat vind ik er wel heel erg leuk uitzien. Er zit hieronder nog een blaadje. Dat vind ik er net niet mooi bij passen, dus ik denk dat ik die even weghaal. Dat doe ik gewoon met een wijpje met een beetje aceton. En dan kan ik dit onderste blaadje hier weghalen. Zo. En dan wil ik hier aan de bovenkant ook nog zo'n klein takje. Daarvoor gebruik ik dit kleine takje hier. Breng ik ook weer die zwarte stempellak aan. Ik ga er overheen met mijn schraper. Ik pak hem op. Het overtollige haal ik weer weg. Zo. En dan kan ik hier in dat hoekje nog mooi dat kleine takje doen. Zo. Super cute. Ik vind het echt een hele leuke combi. Met die roze nude kleuren met dat groen en zwart. Ik wil er nu nog een paar stipjes bij doen. Stipjes vind ik altijd leuk. Ik doe dat ook gewoon met die stempellak. Ik breng een klein kloddertje aan daar. Pak een dotting tool met een heel klein puntje. En nu ga ik hier gewoon nog wat stipjes zetten. Wat groter, wat kleine. En ik volg een beetje dat lijntje hier. Maar je kan het gewoon willekeurig doen. Dus kijk even waar je eventueel nog een plekje hebt of zo. Waar je wat van die stipjes kan zetten. Zo. Hier nog een paar. En dan wil ik er hieronder ook nog een paar doen. Die stipjes maken het toch altijd wel leuk. Als je dat niet leuk vindt, dan laat je dat natuurlijk gewoon weg. Je kan eventueel ook een paar streepjes doen. Zo, dit laat ik eventjes drogen. Dan breng ik de matte topcoat er nog overheen aan. En dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. En dan zie je hier het eindresultaat van de nagel die ik net gemaakt heb. Ik vind ze echt super cute. Ik vind de kleurtjes ook echt heel erg leuk bij elkaar passen. En alle nageltjes die ik heb gemaakt zijn net een beetje anders. En toch vormt het een heel mooi geheel. Ik vind dat je dit ook prima op alle 10 de nagels kan doen. Maar als je dit gewoon op 1 of 2 accentnageltjes wil, dan kan dat natuurlijk ook. En dan doe je op de andere nagels gewoon die roze kleur of dat groen of dat nude. Je kan het heel leuk met elkaar mixen en matchen. Ik ben natuurlijk ook weer heel benieuwd wat jij van deze nail art vindt. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje weer omhoog. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.